Ja, was ist? Ach, Yo, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe stream. Mijn naam is Mark Kooijmans en ik ben vandaag met een paar vrienden. We gaan namelijk de Casino Heist doen. Ofwel, deze week tot en met donderdag is de Heist Challenge. Daarmee kun je de vliegshow job, de andere lesser jobs, om zo te zeggen, niet alle heists, alleen de overval heists kun je namelijk doen. We moeten nog wel eventjes wat dingen voorbereiden. Dus zorg dat je in ieder geval alles hebt. Dus voedsel, schild, kogels. En dan gaan we zo beginnen. Wietse, zorg wel dat je genoeg armor hebt. Ja, steeds gewonnen. Ik heb genoeg armor gekocht. Ja, en ook even in je facility of CEO office even je voedselvoorraad aanvullen als je die Ja, nog moet. heb ik. Wacht even, gaan we nou nog met die vingerafdrukscanner doen? Nee, hè? Ah, ik heb de auto gewonnen, chips! Lekker, Mark. Ja, maar het is de tank, een slang ding die op het water kan. De Rune Samba. Maar goed. Hey, Thomas, oppie. Oppa. Leuk dat je me volgt. We gaan eerst eventjes wat dingen voorbereiden. Ik moet ook nog wat dingen halen, zoals armor. Party. Jullie kunnen mij gewoon joinen. Ik zit in een close friend sessie. Hoezo? Nou, dan worden we niet gestoord met voorbereidingen om spullen te halen. Am. Zit jij al in de Discord trouwens? Wietse. Die zit in de Discord. Ik zit ook al in de Discord. Ja. Wat regels lezen. Mark, wat moest Sophie nou weer, wat moest hij nou weer doen, Thomas? Hij moest op iets klikken, zei hij bij regels. Op mijn symbooltje, maar het staat onder welkom. Zo, Nick. Daar moet jij op klikken. Nee. Hij moet gewoon op de rode logootje van mijn klikken. Er staat een rood logootje dan. Ja, dat logootje moet je klikken. Dan krijg je alles te zien. Heb je de volledige memberschap? Ja, nee, ik bedoel de kanalen bedoel ik. Ja, dan kun je alle Discord-kanalen in en uit. Ja. Wat? Wacht. Hij kan gewoon erin en dan klikt hij op de symbooltje. In verificatie staat een klein symbooltje terug. Ga daar zijn, stuur mij een screenshot. Het staat in het mapje regels. Regels moet je zijn. Regels. Dus
Onder, Onder de regels. Door op zijn rood krijg je toegang tot de server. Staat er. Stuur maar via Discord. Ik kom maar aan. Ik moet even Thomas helpen. How can I help you? Ja, op die onderste moet je klikken en dan krijg je toegang tot alles. Ja. Nee, dat met die 8. Ja, dat, daar moet je klikken. Ja. Als goed krijgen wij. Ja, heb jij nou toegang tot alles? Als het goed is, moet zijn naam dan groen zijn. Lime groen. Dan moet jij bij member staan. Bij één keer klikken. Hoi. Hoi. Ik moet nog heel eventjes dat armor halen. En Wietse. Wietse. Heb jij al... een date gehad met de geest? Waar? In GTA? Ja. Kun je alleen maar op een bepaalde tijd zien? Ja, tot half vijf denk ik. Om 11 uur 's avonds, exact. Nou, ik had helemaal geen armor meer. Dangerous world. That will help. Maar jij weet wel hoe die silent en dingen moeten. Want je krijgt dan een speciale auto volgens mij als je. Misschien dat Spinkels ook wel mee. Ik zou je even inviten voor mijn CEO. Want een vliegjaarjob, dat is wel makkelijk. En Wiets, dan gaan wij even tot de tijd tot Nick er is. Ik ga GTA met Mark en dan nog eentje. Ik weet al wat het minste bij Thomas Wanning niet doet. Wat dan? Hij moet een verificatiemail doen voordat hij verder kan. Oh. Maar hij zei dan kan, want hij komt dan ook zo in de code, komt hij meehelpen met praten. Oké. Okay. Nieuws, heb jij. Jij weet. Kom jij ook zo live kijken dan? Beautiful, what's up, dude? We zitten die heist te doen van GTA. Wij zijn nou al live. Ja, ik had het tegen Nieuws of dat hij ook kon kijken. Ik heb je een invite gestuurd tot mijn sessie en ik. Ja, ik stond te lang AFK. Maar dan kom ik dat ik hem even aan het helpen ben.
Dus ik join je zo dan. Want dan ben ik hem even aan het helpen. Dus $60 op de rekening zetten. Oh ja. Wietse. Mm. Kun jij even naar mijn arcade komen? Ja. Want ik heb hier namelijk een paar hele leuke dingetjes om te oefenen. Music Studio die heet op Twitch. Nee, maar alsnog. Dat is de Twitch. Dan gooi ik hem trouwens ook even open op de tablet. Want dan ga ik je hosten, Mark. Ja, moderator. Ja, dat ook. Dat doe ik dan via mijn tablet ook, maar dan doe ik je ook gelijk hosten. Genau. Kijk, vingerafdruk scannen is makkelijker. Ja, die moet. Dat zei Thomas ook, die moesten we ook nog doen. Ja, dat vroeg hij dus. Maar wij moesten met die puntjes doen. Hopla. Nee, ik moet niet wegklikken, ik moet hem wel pakken, tuurlijk. Dan kom ik er zo aan, maar pas als hij weer terug is, want dan kan ik hem hier naartoe slepen. Anders kunnen we wel even oefenen. Hek succes. Dat weet ik, maar anders heb ik weer gezegd dat ik te lang AFK sta. Zo ja, ik Nick. Kun ja? jij je... Of, Nick, Wietse. Ja? Je moet heel eventjes dit gaan oefenen. Want dan willen we, gaan we jou als hacker aan de gang zetten. Daar in de box? Aan dat kleine kastje. Je moet even B indrukken of zo. Of I. Iets moet je ingedrukt houden. Ik weet niet hoe dat op het toetsenbord is. Of je laat gewoon. Hier zo'n klein kastje. Op het toetsenbord is het volgens mij E. Jonik. De fingerprint. De fingerprints mag je oefenen en die andere. Maar kan je niet. Met die bolletjes. Als je deze missie neemt, dan moet je niet de keypads doen. Nou, klopt, ik zie nou ook dat jij bij members staat. Wat bedoel je? Thomas heeft nou eigenlijk voor elkaar. Als je deze missie security cards neemt en dan level 2, dan moet je niet de keypads hebben. Ja, maar we hebben geen security. We hebben niet die kaart waar jij het over hebt. Oh, okay. En je kan een hubmissie doen en dan krijg je hem. Ja, moet je dan de security pas. Dan gaan wij die even vast doen. Hey, Mark. Oké, okay. Groepje A is het. Het is Thomas gelukt, maar hij kan nergens in. Dus maar hij wil meepraten. Ja, dan kun jij als hij. Moet je hem eventjes zeggen dat hij naar de wachtkamer moet? Dat mag. Kan je wel de wachtkamer zien? Hij kan als goed is ook huis zien en zo.
hebt alleen maar ideeën, vragen, video's als je het niet in de wachtkamer, die ziet hij niet. Maar vergeet, want als members moet je alles kunnen zien. Ja, dat is raar Thomas, als member moet je alles kunnen zien. Ziet hij wel überhaupt een call? Zie je überhaupt een call? Als je praat je hebt? Nee, ziet hij niet, wacht even, ga even kijken. Kijk wat staat er dan als men wel aan. Rollen afzonderlijk, Missel beheer, nee. Kanalen beheer, nee. Jongen, ik kan zelfs in instellingen kijken. Dan voor je aan het kijken. Wat dat vind ik ook raar. Leden met deze machtiging kunnen de naam van de server wijzigen of regels. Nee, die weet ik niet. Maar wat moet ik dan aanzetten als die dan dit wil zien? Member, en dan moet je verbinden, spreken. Ja, ik zit nou bij member te kijken al. Wacht even, ik krijg eens even iemand een bericht via Steam. Wacht even, ik kreeg heel veel op te reageren. Ik ben gewoon aan het roken. Heb jij hem al gevonden? Ben je gewoon oké? Nee. Ik heb een sms'je van Lester. Hey, how are things? En wacht even, ik ben voor je aan het kijken. Je moet in principe moet je spraak. Ja, in principe ook. Dat is het. Je moet eventjes kijken wat op de foto gelijkenis is. Mooi. Zie je ook heist? Nee, ik ga tegen Thomas. Get the pass before they wake up. Damn it, where's the pass? The idiot must have dropped it somewhere around there. You don't need to bring that in, not yet. Just hold on to it. Okay, ik meld me dan zo in de party. De party is voor maximaal 4 personen. Ja, kom. Daar heb ik ook tegen hem gezegd, hij komt ook zo aan. Hij kan hem eindelijk zien. En Nick? Ja? Dadelijk hebben we het iets makkelijker. Oké. Okay. We gaan eventjes, in ieder geval even wat prep-missies die we nog moeten doen even voor de zekerheid. Good morning! Hoi. Thomas. Ja, hallo. Yo. Kan je ook je beeld showen, iemand? Je kunt gewoon op mijn stream kijken. Oh ja. Hoor je ook je eigen praten, hè? Nee, ja, maar dan zet ik het geluid gewoon uit. Nee, maar je kunt... het geluid van de stream kun je uitzetten, maar... Ja, dat doe ik ook. Maar de geluid van Discord moet je niet uitzetten. Ja. Thomas, wil jij wat voor mij ook even doen dan? Wat dan? De chat even in de gaten houden. Ja, is goed. Ook al ben jij geen moderator, maar alsnog, ik heb hem zelf op mijn tablet open. Oké. Okay. Maar als het iemand vervelend loopt te doen... Of gewoon van die Bigfoot.com in beeld komt.
Zeg ja, als dat. Ja, want dan gooi ik die vent eruit. En die moeten we even verbannen. Want wacht, hebben jullie die highstyle een keer eerder gedaan? Ik heb de highstyles wel vaker gedaan, alleen die Stylent was niet echt succesvol gelukt missies bij mij. We gaan eerst eventjes nog die extra dingetjes voorbereiden. Ja. Die hadden jullie toch al klaar? Nou, we hebben alleen de noodzakelijke dingen hadden we al klaar. Dan wacht ik wel gewoon eventjes tot ik jullie dan klaar zijn. Niels. Ik stuur zo meteen een invite voor de CEO. Is goed, Mark. Niels, zullen wij of dit of Rainbow doen? Forza of Rainbow? Je moet niet hierover andere dingen praten. Oh, ik zit ondertussen ook nog met anderen in party, jongens. Ja, dan moet je eventjes die party dan even leaven. Anders wordt het voor ons heel erg verwarrend. Ik ook gewoon kon kijken naar de stream. Ja, Wietse, heb jij ook een opreste MK2? Ja. Is het misschien handig om die ook eventjes op te roepen zometeen? Ja. Want dan kun je er op de handrem ingedrukt houden en kun je heen vliegen. Als ik met hem ga praten, demp ik mezelf wel even. Ja. Oké, dit wordt een heftig traveeltje. Ik sta op het dak. Oké. Auw, ik ben nu al dood. Alleen maar dood nu. Kun jij nu met de oppressor even de boel afknallen daar? Ik kan nou niet bij mijn oppressor komen. Oh, dit wordt lastig. Tijd om eventjes een schild aan te doen, hè? What the fuck? Ik sta een beetje beschut, Wietse. Ja. Oh. Kun je ook doen, hè? Ja.
Als ik op die dak weet te komen bij mijn oppressor. Wacht even, kun je op die... Als het goed is kunnen we hier op die gebouw klimmen. Ik zit dan op een gebouw, maar denk ik dat ik niet ver kom met, bij dit gebouw. Oké. Lukt dat witste? Een beetje. Ik hoor een helikopter. Auw! Maar ik snap niet waarom we daar elke keer spannen. Snapte jij het? Nee. Ik snap het ook niet. Thomas? Ja? Heb jij dat ooit eerder gehad dat je op rare plekken spant? Even kijken, ik zal even de stream openen. Weer. Dus ook even kijken. Die stream, de game kan je altijd nog. Nou, we spannen niet op de rare plek, we spannen elke keer op hetzelfde plek. Ik ben nou aan het kijken. Dat is juist een goede plek om te spannen. Hebben jullie RPG's? Want waar Mark nou staat, daar moet je één RPG in rammen, is allemaal dood. We hebben geen tank nu, als je dat bedoelt. Niels Twitch, ik zou je zo genaamd Liefste, kun je me even rugdekking geven? Ik ben binnen. Ik was van je ook uitgekomen. Niels, Mark. 4U-JIT van YouTube. Ik heb hem al. Kijk even. Zeg maar dat ik hem al gestuurd heb aan via PF. Via bericht bedoel ik. Sorry. De naam is al gestuurd voor door Nick naar jou. Even kijken. Ik heb ook al tegen hem gezegd. Ben je al binnen? Wacht even, ik ga hem even opnieuw aan bij mij op de tablet. Wietse. Oh, jullie pakken die auto's. Hier. Pak de
Mark, wacht. Pak die auto die daar staat en peren, die zwarte. Hey. Oh nee, jullie moeten die laten maar. We moeten, we hebben allebei een tas. Mijn dingen staat op het pak dak. Pak die, veur je de plank vol weg. Nick, jij kan de politie dan wegbellen of Mark en nee, weg. Wij moeten ontsnappen. Oh. Ga dan naar het riool in de stad. Ik zit nog niet bij hun met de heisten. Wietse, weet jij toevallig waar de tunnel is? We hebben het niet de verlaten huis. Hè? We hebben niet de politie achter. Nee, we hebben het leger achter ons. Maar weet jij de verlaten mijn te zitten? Verlaten mijn is dom. We moeten gewoon naar de arcade. Want heel vaak is het dat zie je dan, als je weer terugkomt, dat zie je dan, dat er dan nog al die autootjes staan en dan word je gezien. Dus als ik jullie was, zou ik het riool in de stad pakken. We moeten van de... Wacht even, ik kan wel even één ding proberen. Ga je maar gewoon even door. Meneer Lester. Hello. What can I do for you? We zijn van de politie. So you don't want to get in serious trouble, huh? Okay, leave it with me. Maar niet van het leger. Even naar midden voordat we op de kop slaan. Jullie zijn nou ook al klaar, dus je kan gewoon naar de arcade rijden. Ja, maar we horen nog wel achtervolg. En ik moet dadelijk weer even naar de wapenwinkel. Hoeveel geld heb je dan? Zat. En ik moet weer een nieuwe armor kopen. Oh, geglitcht, zeker. De stream loopt een seconde of 5-6 achter bij mij. 1 seconde loopt hij achter. Bij mij niet. Als ik wat zeg, hoor ik hem een paar seconden later. Ja, 1 seconde later. Een paar seconden, echt wel. Ik heb hem namelijk ingesteld op 1 seconde. Graag. Maar dat is bij Chromo ook. Ik loop ook een paar seconden. Oh, het is een kut. Nick, ik ga je even... Als het goed is, heb je een invite gekregen, of niet? Ja. Ben je even accepteren, kun je dadelijk... Hi, back. Eventjes, even shoppen. Voordeel van mijn, hoe heet het, oppressor? Oppressor Mark 2. Ja, is dat je ook je leven weer aangevuld wordt. Je leven? Zonder dat je hoeft te snacken, wordt jouw... Als ik op mijn oppressor Mark 2 ga zitten, gaat mijn leven er niet bij. Jawel. Moet je maar eens opletten. Je bedoelt dat gele. Dat groene balkje gaat omhoog. Ja. Zo wel. Niels, heb jij er wel eens meegemaakt dat je op een oppressor Mark 2 gaat zitten, dat automatisch je leven meer worden? Nee, hè? Oh, nee. Maar het is wel zo. Bij ons niet. Welke event heb is nou een hele rare oppressor. Nee, want omdat je oppressor MK2 kun je zelf ook pimpen. Wacht even. Hey, mag ik met jou mee? Kan niet. Ja. Hey, kun je met die andere? Oh. Want bij mij kan er niemand achterop, dus...
kan leren, hij staat op. Ah, nu wel. Nee, maar. Dat komt omdat je dan. Bij mij werkt rookworst niet. Ik heb geen rookworst niet. Oh. Ja, dat wist ik wel, maar als je rookworst stuurde. Misschien dacht je, ja, ik heb honger, ik ga nou eten pakken. Nee. Weet je, ik heb je toegevoegd op GTA en op Discord. Oh. Of je hem niet op iedereen te hebben, je ook, dan kan je hem gewoon op vrienden hebben ook. Oh. Oké, okay, we hebben de Interfield Transition Shoot. Moeten we ook nog Duncan Sentiments en patrouilleroutes hebben? Duncan Shipments wel, want dan wordt het slechte. Tenminste in de casino. Oh, ik knal tegen. Jouw reclamebord aan. Lekker bezig. Met Serious Color. Oh. Dat staat gewoon jouw. Sta jij gewoon op. Kijk maar. Waarom zien jullie altijd tegen dat bord aan? Weet ik niet. Hier, daar is niks te reclame. Hey, dit is wel handig als. Ja, dat is de reclame van Nick. Dat is Nick. Ik heb twee helikopters staan. Klaar voor mij. Het mooiste van de Oppressor MK2 is dat hij heel accuraat is met schieten. Thomas, ik heb je toegevoegd als vriend op Twitch. Oké. Ik heb mijn controle, ik weet niet wat ik kan. De Oppressor MK2 is heel accuraat met schieten. Ik heb het niet in de gaten houden, dat doet Thomas voor me. Dat heb ik gevraagd. Ja, maar met 0 kijkers gaat dat makkelijk. Ik heb nou 3 kijkers hoor. Oh. Ik word helemaal geen vibe party. Nee, dank je. Die doen. Nee, niet. Pakken jullie een beetje in het desert gebied? Hou ik de stad gedeeld even een beetje in de gaten. Wij zijn op weg naar Perito. Ja. Je rijdt gewoon naar die dingen toe en je schiet er een paar raketten op. Ja. Zo moeilijk is het. Gewoon niet. Één raketje voor elk voertuig. Ja, en er zitten 20 raketten in die oppressen van je. Jezus, hoe kom jij zoveel geld? Wie, ik? Ja, jij. Ik heb een keer hulp gehad van een vriendelijke modder. Ja, dat zie ik. Een paar miljard. Ik had een keer biljarden. Ik had op een gegeven moment biljarden. Maar omdat ik veel auto's kochte en pimpte, is het uiteindelijk naar 9 getallen uiteindelijk gekomen. Oh, deze operator gek. Die was een lafaard, die schuilde zich onder een tunneltje. Oké. Okay. Ik ga heel even snel iets doen. Zou ik eens een truc... Thomas. Ja. Ken jij een trucje met de oppressor hoe je sneller kunt? Ja, op en neer, maar die is er op Xbox uit. Nee. Op en neer. Handrem. Handrem? Handrem indrukken, ga je net ietsje sneller. Ik zou eens laten... Oh, die ja, die ken ik al. Kijk, ik vlieg nu... Ik zou het zo zeggen. Ik vlieg nu op 108, hè? Oh, die van mij gaat... Die van mij door gaat de handrem gaat die 130. Ja, die van mij gaat dan 130, dat klopt. Dat heb ik ook.
Ik ben nou aan de kant van de vuurtoren, Mietse. Ik ben aan de andere kant. Ja, je moet even de andere kant op gaan. Naar die helikopters. Richting de helikopters op de minimap. En we hebben dus één... We hebben nog drie te gaan namelijk. Even snel op iemand reageren, die loopt mijn hele tijd te inviten voor de party. Ja, ga ik even snel nog wat berichten. Dat kun je gewoon zeggen, niet doen. Ik ben bezig. Ga ik ook berichten naar hem. Waarom heb je een donatie voor 800 euro? Dat is een doel. Ja, dat snap ik, maar hoe lang wil je daarover gaan doen? 3-4 jaar? Weet ik niet. Ik heb gewoon ingesteld zo lang mogelijk. Donatie doen, maar het is gewoon... als mensen iets willen doneren, mag het. Maar dan moet je, als ze jonger zijn dan 18, met toestemming, boven de 18, is gewoon... Ik snap het wel. Oh ja, wist je dat er in deze meer een vliegtuig verborgen ligt? Ja. Want een modder die GTA-video's maakt, die heeft toen een keer in story mode gewoon alles water weggehaald en heeft hij gewoon alles open en bloot gelegd. Echt? En er ligt ook ergens een UFO onder water. Ja, klopt. Nee, dat ligt niet hier. Nee, maar in dat hele, in die grote zee ongeveer recht voor je ligt die. Ongeveer. Nee, er ligt een vliegtuig hier. Nee, maar dat naar de zee verder. Ja, in de zee. Ja. In de ocean. Hoeveel abonnees heb je dan? Op YouTube? Nee, hierop en op YouTube. Op YouTube 142 en hierop iets van 38 man of zo. Ik weet niet zo aan mijn hoofd. Er zit iemand anders op zijn account en die loopt mij te inviten. Hij heeft mijn account op de Xbox app. Oh, oké. Okay. Blokken die handel. Vraag. Of. Nee. Troppen. Ik. Vind. Luister. Ik heb je hulp nodig. Ik word achtervolgd door Marlon. Hey there. What can I help you with? Hoe kan het dat ik nou al 3 minuten in matchmaking zit? Weet ik niet. Ik werd door Parmeloot achtervolgd. Nee, nu niet. Hebben jullie ook allemaal een Xbox? Ik wel. Maar ik speel niet op Xbox GTA. Nee, maar heb jij ook op jouw Xbox hetzelfde geld en level dan? Hetzelfde account? Nee, want ik heb GTA niet op de Xbox. Oh. Heb ik wel gehad, maar... Ja. Dat is mijn derde account namelijk. Die heb ik omgezet naar PC-account. Toen op Epic Games GTA gratis was. Maar toen heb ik GTA op een gegeven moment alsnog 15 euro voor betaald om van de Epic af te halen, omdat ik daar de hele tijd gezeik mee had. Oké. Mij moet kappen.
route patrouille doen we nog eventjes. En dan hebben we in ieder geval zeker alle optionals. Gaan jullie vandaag ook de heist doen? Of? Ja, ik ga zo meteen doen. Maar wat heb jij gekozen? Geld, goud of schilderijen? Daar kun je niet voor kiezen. Jawel, dat kan je wel. Nee. Want ik heb ook nog niet de diamanten gehad. Dat kun je ook nog... Maar het is elke keer willekeurig. Ik heb nou gekozen... Nou was er de opties schilderijen. Oh, schilderijen, dat is goed. Want schilderijen is makkelijk en je krijgt er veel geld van. Ja, maar dan was het een andere heist die jij gedaan hebt. Ik heb, Nee, dit is dezelfde. Oeps, we hebben de auto waar de dingen in zat gesloopt. Moeten we het toch even anders aanpakken, jongens? Ja. Ga maar ergens op dat dak staan, maar waarschijnlijk staat het, gaan we daar weer heen. Moet je eventjes alle met snipers gaan werken. Gewoon ergens rondom gaan staan op het dak of parkeergarage, dat je overzicht hebt. Niels, mooi liedje. Ik ben er helemaal verliefd op. Met wieltjes over de muur van het... Is op dezelfde punt of niet? Nee, 500 meter weg. Van waar wij zijn. Ja, ik ga op en wacht eventjes met schieten. Ik ga op deze gebouw staan. Ja, jullie op het gebouw aan de andere kant. Nee, het zit nog steeds op datzelfde parkeerterrein. Ik ga even sniperen. Wat? Kappen! Ze kunnen mij niet hitten. Als ze op je schieten kunnen, zie je zeker hitten. Nee, maar omdat ik hoog en op een afstand sniper. Oh, jij doet het zo. Ik ren er altijd gewoon op af. Ik schiet ze allemaal af met mijn filtrijfel. Achter een muurtje blijven missen. Nee, want ik heb namelijk overzicht hier. Mark. Ja? Wiens liet zichzelf doodvallen? Hier, sprong uit zijn auto. Wie is dat? Betty met de pakkie? Right. This is an off-site Duggan security meeting. You don't want to draw attention to yourself. I'll send you intel so you can identify the car. Find it and I'm sure we'll get what we need. Hey, what's up? Okay, call me back once you decide. Hebben jullie de auto gevonden? That looks like the right car. See what you can find in the trunk. Nee, maar Wiets heeft waarschijnlijk die auto gevonden. Je moet het kofferbak openen. De politie als je kan... gewoon langs de auto loopt, als je de achterbakken, dan zie je vanzelf het tekentje van doe de kofferbak open. Nee, ja, maar je kunt ook even gewoon kentekens die je toegestonden krijgt. Dat duurt veel langer. Nee,
Want dan kom je uiteindelijk, als je de berichtje opent, zie je het kenteken, oké, dan moet je, weet je ongeveer. Ja, weet ik, maar als je langs loopt, zie je maar bij één auto dat je de trunk kan openen. En dat is de auto waarvan dat is. Hey, ik ben wel slim om vanaf een gebouw op afstand te gaan staan. Nick. Ja. Ik had mooi overzicht op alle bewakertjes. Wat stel je aan doen dan? Ja. Is het gratis? Thomas, zou jij het chat in de gaten komen? Ja, alleen er gebeurt niks. Nee, er gebeurt nu nog niks, maar het komt vanzelf. Maar weet ik heb hem ook openstaan, maar ik zit nou wat dichter bij mijn bureau vanwege met mijn toetsenbord. Ik ben daar weer op mijn toetsenbord gegaan. Ik vlieg gewoon even uit het zicht van de politie, daar ook. Gaat hij op een gegeven moment ook weg? Ik heb de gsm. Hey, Thomas! Ja? Ken jij de glitch van de afgebrande AI-gebouw? Nee. Als je met de helikopter hier zo op dit raampje gaat landen, en je gaat pakken een geweer en je gaat er onderdoor rollen, dan kun je dat gebouw in. Ja, die ken ik, ja. Dat FIB-gebouw. Ja. Welke is met GTA ben ik achterkant dat je in een boot kan, hè? Huh? Waarin kan? Nick? Ze hebben iets op GTA met een bepaalde boot dat je erin kan. Er zijn bepaalde plekken waar je gewoon in kunt. Fietsen, rij even terug. Alsjeblieft, ik moet eenmaal armor hebben. Mijn armor is bijna leeg. Laat mij heel graag. Gaan we nu het huis doen? Ja. Zeg maar als ik jullie moet helpen. Hey, waarom kan ik er maar meer dan 3 van die dingen nemen? Van die armor? Omdat jij waarschijnlijk nog niet alles knocked hebt. Ik ben maar level 44. Ja, maar dan heb jij nog niet alles. Nee, dan kan dat ook niet. Dat kan pas bij level 150. Oh ja, op mijn Xbox ben ik hoger natuurlijk. Ja. Op welk level ben jij dan, hoe heet het? Voor mij bijna level 160 of zo. Nee, ik op Xbox weet ik het wel, maar ik heb het tegen Mark. Ik ben legit bijna level 400 weer. Gewoon 367. Een vriend van mij was level 700, maar toen werd hij gereset. Dit is mijn legitte level. Hey, het was toch ook zo vroeg. Ik ben een keer geband geweest, onterecht, door Rockstars. En die Niels die net in de party zat, was bijna level 300. Die is ook voor niks gereset. Nee, voor niks. Het was toch ook zo dat toen je, als je eerder GTA had gekocht, dat je je account kon overgooien, toch? Weet ik niet. Ja, dat kon eerst wel, maar nou niet meer. Dat vind ik balen. Jullie hebben als goed is een invite van mij gekregen. Ja. Ja. We gaan geen random guys erbij stoppen. Hey, weet ik ook. Want anders weten we wel hoe het gaat aflopen. Ja. We hebben nou als goed is heel veel dingetjes die we goed kunnen gebruiken. We gaan wel de high doen. Gaan jullie nou de heist doen? Ja, de final heist, Silent and Sneaky. Okay. Maar we gaan wel op hard doen. Dat lijkt me. Zij is. Huh? Dat levert meer op dan Easy. Easy Lemon Squeezy. Oké. Waar willen we naar binnen gaan? Stef Lobby. Waar we toch eens gingen, totdat hij moest hacken. En waar willen we naar uitgaan? Ook Stef Lobby. Ja. Empire High Level.
Dit kan ik niet kopen. Ik ga gewoon mijn toetsenbord naar huis. Ik ga mijn tablet even uit. Voor mij 60%, 25%. Ja. Oh ja, dit is die equipment die we dan vrijgespeeld hebben. Als je slim bent, omdat jij toch al heel veel geld hebt, geef je jouzelf gewoon 15%. Ja, maar ik heb er geld uitgegeven om deze missie te doen. Je hebt toch zat geld, je hebt een paar miljoen. Iedereen gooi je smoel. Als je, Wietse, of Nick, even je smoel rood maken, dank u. Ik heb een zwart spel. Hi, Lep Kleine, die zit bij dinges. Die zit bij Stuk TV. Vanavond kijk om 5 uur. Ja. En zoals eerste, Jan Dino tweede. En dan... Ja, oh, die vond ik mooi om met Jan Dino. Ja, die twee minuten voor het einde van de tijd. Ik ga rijden. Nee, maar dat hij geen kavolver tegenkwam. Ja, nee, dat heeft hij ingeschakeld. Ja, maar dat zijn als het dan nog een keer dat hij gelijk gedisqualificeerd wordt. Nee. Als ze dat doen. Nee, ze mogen twee mensen vast helpen bij de eerste ontsnappingspoging. Oké, hey, hoe doe je op toetsenbordje night vision aanzetten? Weet ik niet. Wietse, weet jij dat? Nee. Ik heb niks. Even licht uit. Licht uit, spot aan. Want we moeten als hele community moeten we die 100 miljard bij elkaar pakken. 100? Wil jij daar 100 miljard vandaan halen? We pakken allemaal een sunscreen. Pas op de camera's, hè? As far as security is concerned, it was just a temporary outage, but it's enough for you to get. Je moet even de camera's uitschakelen. Your key card is good for anything up to a level 2 security door. That's it. Head through the door to the staff lobby. Maar ook de beveiliging uitschakelen, hè? Ja. Maar wapen. De metaaldetector met de stungun uitschakelen. Alles. Nu de eerste pogingen allemaal met stunguns. Oh, ik dacht gelijk nee. Op inrammen. Nee. Heet niet voor niets silent en sneaky. Hebben jullie ook dan een zwart scherm? Ja. Ik zal weer aan het spelen. Wacht even. Op je telefoon of ik neem links. Ik ga. We maken eerst eventjes die. Nee! Niet met die stilte kunst. Heads up, CCTV ahead. The stun gun should disable the camera for a while. We moeten de stun gunst gebruiken. Wacht. Ik ga hier openen. Kom naar mij toe. These people aren't idiots. If you fry too many cameras at once, security will know something's up. Don't forget, we've still got the ace up our sleeve, huh? Like that? The EMP is all set and ready to go. It'll kill every circuit in the casino. Lights, cameras, the whole caboose. Except the doors. They have an off-site failsafe. Wacht even, ik ga deze deur openen, Wietse. Eerst even de... Okay, get through. Nou hebben we een probleem. Nick! Ja? Waarom ben je niet ons achterna gegaan? Ik ga hem gewoon inkippen. Je had ons gewoon achterna moeten gaan. Kom eens terug, Nick. Bij ons. Wij zitten in die control room. Inbred, moron! Yo, cover me!
nou had, kijk, en nou hadden we het probleem dat we de alarm af laten gaan, Nick. En dat maar we gaan... Niet. We gaan hem opnieuw... Hoe bedoel je, opnieuw? Als ze doodgaan, dan kan we hem gewoon opnieuw starten. Ja. Maar we gaan... zijn nu al... We hebben hier ook nog een kluis, hè? Zijn jullie al naar beneden? Nee. Ik ga de deur openen naar beneden. Kom. Trap. Ik heb de trap geopend. Ik ga met de lift. Kom naar de trap. Niet met de lift. Nick. Waar ben jij? Ja, onderweg naar beneden. Oké. Wietse, kom ook met de trap. Ja. Achter mij blijven, Nick. Niet zomaar de trap aflopen. Het heeft allemaal te maken met de situatie. Okay, here we are at last. The lower level. Naturally, it's heavily guarded. Okay, push through. Wacht even. Inventory. Oh. Loser. You fuckhead. They hit him. Alvarado down. Dek me. You fucked with the wrong soldier. I got him alone. Hou de dekking, hou die ingang gedekt. Inbred, moron. Ik loop naar binnen. You're garbage. Get the hell out of my sight. I'll see you in hell. Wacht even met iets. Wij gaan dadelijk die deur openen. Nick, help Nick jongens. Ja. Help Nick. Of lukt dat wel, Nick? Ja. Oké, Wietse. Nick, jij moet ons... Wacht even dat Nick hier is. Nick. Ja? Jij moet even naar ons toe komen. Je moet... ons, bij ons in de ruimte. Jij moet ons rugdekking geven. Die moeten jullie tegelijk doen. Ja, weten we. Ik heb deze al eens gedaan. Nick, rugdekking geven. Ja. Klaar voor. Wacht even. Drie, twee, één, nu. Nick, naar binnen. Get everyone inside the man trap now. I can keep the first door open until you're set. Ik ga hacken. Ja, wij gaan graaien, Nick. Hier wordt alles gereset volgens mij qua heel. We're almost there. Come on, let's go. Looks like the guard at the vault room isn't there. Happy days. Nick, volgende als we weer helemaal overnieuw moeten beginnen, dan hadden we... You're about to be very glad you brought the laser. If you do it right, you only need to cut through two points to disable the lock. Even je armor aanvullen als je die nog niet gebruikt hebt. You just need to target the weak points. Don't rush. We moeten met twee man volgens mij doen, of niet? Ik ga de andere gedeelte hacken. Ik doe de bewaking. Ja. Het lijkt ook zo op een bewaker af en toe, in het echt ook, om de weg. Okay, this one is done here. Moet niet heet laten worden. Keep a steady hand and drill gradually. Het is gelukkig net als een brandalarm.
Ja, I see the inside of that vault. There's disc 2. And number 3. Ik moet nog de laatste. En jij? Okay, right side's all done. Jij gaat alle deuren openen, Wietse. Ja. Nick, wij gaan dadelijk alles al graaien. Want we hebben maar een bepaalde tijd... Ik heb het een keer eerder gedaan, alleen toen was het met controle en niet PC. Ik ben bij E. Ik ga mijn moeder even uit het lijst snijden. Oh. Is dat je moeder? In GTA is dat mijn moeder. Oh god, moet gaan hacken, kut. Ja, laat Wits alles hacken. Jij moet gewoon even alles pakken. Hier open. Nick. Pak alle kunst gewoon die je zo naartoe kunt lopen. Want we hebben maar 1,5 minuut tijd nog. A en D is open. Oh, hey, jongens, bij de 10 seconden gaan we eruit. Oh. Je kan er op zich ook al met 5 uitgaan, want je hebt toch zat. Want als je iets damage krijgt, is het niet erg als je maar gewoon snacks hebt. Ja, maar het heeft met te maken met... Hier is open. Waar was ze allemaal open? Bij A was hij open? Ja. Bij F nog niet? Daar heb ik niet geweest. Nick, pak dingen. Ik ga dan naar de D. Is hij open? Ik doe A. Ja. D, jij zit bij A nu. Klopt, ik zeg ook niet. Ga naar de F. 40 seconds. Zo, ik heb hier de... Oh, met z'n drieën hebben we dadelijk... We moeten daar! Nee, we moeten F nog. We kunnen bij... Heb je hem? Gas incoming. 10 seconds. Ik ga naar buiten. Ja. Go. Ik pak gauw die laatste. Ben ik al mee bezig. Ik heb hem. Waar dan? Ik kom eraan. Pietje! Oh, ja. Maak de deur open. Ik krijg nog niks in beeld. We moeten op jou wachten. 3, 2, 1. Zo. Nou kunnen we alleen niet die in die kluis daarboven nog dingen bij pakken. Ja. Dat kunnen we nou niet meer. Want dan hadden we... Jawel, ik ga hem nog, ja. Want, dan hebben we... Oh. Reinforced the security room and that's your only way out. Get ready. Probeer niet geheerd te raken worden. Upstairs, the route's open back the way you came. Nou, deze... De... Waarom gaat deze deur niet open? Wacht even, Nick. Kunnen we erdoor? Wij pakken die andere deur zo. Maar we gaan wel met de trap, hè? Dat is sneller. Of niet? Trouwens, we kunnen ook met de lift gaan, want er staat een mannetje. Ja. Nee, kom maar. Hij heeft de deur al geopend.
camera is eraf. Screw you! Inbred moron! Close in! We're receiving fire! Shit! We've got some heavy chatter on the police frequencies. Sounds like they're sending news. Wie is voorop aan het lopen nu? Home stretch! I feel so alive! Woo! I even think my eczema is clearing up. Jij doet de knop open halen. Er komen mensen. Ja, Nick doet de verdediging. Als jij de knop indrukt. Knop ingedrukt houden. Er komt iemand via de deur. 2 seconden. Nee. Ben je nou dood? Ja. Daarom zeg ik, ik denk dat we dit niet moeten, die deur niet open moeten maken. Godverdomme. Er staat een bij de box weer. Ja, dat zit in die control room. De knop waar het om gaat zit tegenover de ingang van de lift. In die control room. Ja. Ik heb mijn controle gepakt. Kijk hoe dat makkelijk gaat. Ja, dan kun je auto aim doen. Ik weet niet of ik het überhaupt aan heb staan met mijn controle. Dan beginnen we volgens mij weer bij de kluis. We mogen geen damage oplopen. Upstairs, the route's open back the way you came. You're going down! Say what now? Die is dood. Nou, die is ook al gelijk neergeslagen. Maar we moeten eigenlijk naar buiten. Oh, ik kom hier af. Hier, Thomas, blijf jij hier dekking geven mij. Geef mij dekking in de control room. Home stretch. I feel so alive. I even think my eczema is clearing up. Moet ik proberen om te openen? Ja, ingedrukt houden. Oh, schiet. Ik ga dood. Nick, jij gaat naar buiten. Op de knop drukken en naar buiten. Help Wiets. Op de knop drukken en naar buiten. Ik ben hier toch wel beschermd. They might be covering the side exits by now. Stay alert for news. Oh, ik heb de Daily Cash Crap Award. 480. Daily Cash Crap. 800 RP. Ik kom naar buiten, jongens. We gaan via de omweg naar buiten. Nick! Waar ben jij? Ja! Hier! Volg Thomas. Oh, ga mij maar volgen. Ben je lang bezig? Wacht even, of Thomas. Ik moet heel even armor aanvullen, oké. Naar de dingen. Hier! Headshot. Zo. Body armor. Oké.
Er staat dadelijk een hele lege politie buiten. Oh god. Ja. Oh my goodness. En ik heb ergens een gepantserde vluchtauto staan. Maar waar? Die ook over water kan en dergelijke. Ik zweet ook nog dat we die dood gaan. Daar moeten we naartoe rennen. Hoho! Oh shit. Nou, we hebben in ieder geval de volgende checkpoint. Checkpoint. Mietse. Ik heb nog steeds zwart scherm. Ik ook. Ik ook. Heet ja, met zijn screen of that. Jongens, typ de hele chat maar vol met GTA fix je black screen. Fix je loading screen. Wat? Hè? Jij bent dood? Hoe dan? Was jij al buiten, Wietse? Nee. Hoe kun jij dood zijn dan? Ik weet het niet. Krijg nou wat. In het loading scherm. Ja. Huh? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. GTA, fix je shit, dat doet nooit meer gebeurd. Echt, hè? Moeten we weer... Oh my goodness. De bewaker hier is al dood. Ik ben gehit. Ik moet even armo aandoen. Oh, we moeten dat hele eind opnieuw. Ja. Wietse, jij gaat dadelijk op die knop drukken. Ik ga, en Nick gaat mij beschermen tot ik binnen in die kluis ja. ben. Wie gaat mij beschermen? Nick. Oké. Wacht even. Even iemand verrassen. Zo in zijn anus geschoten. Vind je wel lekker hè, Mark? Iemand in zijn anus kapot schieten. Je geeft ja. Lopen. Nick, achter mij. Daar staat iemand bij de lift. Nick! Defense! Help Tom, Wietse. Open die deur als je hem neergeteld hebt. Nick, hier even helpen. Ik ga naar binnen. Lekker muziek. Hey, echt waar. Ja, lekkere muziek heeft GTA aan, hè? Bij de lift staan op het hoekje, Nick. Gewoon, nee, bij mijn kant. Je moet kijken waar de rode puntjes op de map zijn. Innen. Er komt iemand via de control room. In wat voor auto? Exit via de stad. Ik kom naar buiten, jongens. Nick, jij gaat mij volgen. Huh? Even! Kom. Als het goed is, heeft Wietse hier de boel vrijgemaakt. Ja. Oh.
We hebben 2,4 miljoen. Dat is goed. My goodness. En nou niet doodgaan, Nietzsche. Echt. Echt, ik heb geen zin om nog langer leven te gaan doen. Oh, nou hebben we een filmpje ook. Via de paardenrenbaan moeten we, denk ik, of niet? Ja, kom, volg mij! Kut je achter, periode. Volg mij! Jongens! Aan welke kant op rennen? Richting de tribunes! Help! Ik heb hulp nodig hier! Even. We zijn al wat geld kwijt doordat ik gehit ben. Wordt ook in mijn handen genomen net. Gadverdamme. Heel lekker. Ieder eentje pak gaat bij mij mee. Wie is er neergeschoten? Wat? Wie is er neergeschoten? Ryan 3262, yo man. Ryan, Nick, nog stap aan mij in. Nick. Gewoon over de hek klimmen. Ik ben bijna dood. Jij bent dood? Serious? Nou moeten we die buitenstuk alleen opnieuw doen. Yo, wow. Ryan. Leuk dat je kijkt. Ai, maar wel lekker bijna level 45 ben ik. Nick, hoeveel leven had jij eigenlijk? Ik had nog zat, jongen. Dan had jij een... Ryan, leuk dat je me volgt, dankjewel. Wat had ik? Dan had jij beter zelf moeten rijden naar die ene auto rennen. Had ik Ryan, Wietse kunnen helpen. Ja man, ja. Wietse. Wat? Doe voorzichtig met je leven. Ja. Even body armor. Rennen voor je leven. Laat ze je niet in je kontje nemen. De laatste poort, Nick. Oh, daar staat iemand. Ik ga hier overheen. Ik ga nou al dead run doen. Ik zit in de wagen. Ja. Nick. Ja? Waar ben je? Instappen, hoop. Wat? Instappen. Dan mag je niet even rijden, instappen. Rijden! Jezus, Tim. Dit zijn de sloomste voertuigen ooit. Pas, taalgebruik, we zijn live. Ik heb alleen geen armor meer. Ik ook niet meer. Bellekel. We moeten nou alleen nog even zorgen dat we de politie kwijtraken. Kijk, het lijkt er. Licht eruit. Wil je alsjeblieft niet zingen, Thomas? Oh, waarom? Vind ik leuk. Ja, maar er kan soms een deuntje zijn die heel erg auteursrechtelijk is. Kunnen we geband worden op stream? Op Twitch? Ik heb daar vanochtend een mailtje over gekregen, over die auteursrechten. Ja, ik ook. Ik vroeg dat mijn vader het wou vertalen, want ik snapte er niks van. Nee, maar dat snap ik ook wel. Dat betekent dat je... Dat zijn
Ja, nummers de vader heeft uitgelegd. Ja, zoals Jan Smit. Ja. Ja, hij, Thomas, dat is meer omdat ik het niet snap, omdat hij net wakker was. Het was rond nu of 9, toen was ik net wakker. Normaal ga ik dan 's morgens even op de tablet. Even wat kijken en dan op mijn gemak mijn koffie doen. En toen krijg ik een mailtje binnen. Wietse rijdt denk ik ook off-road, of niet? Ja. We kunnen Lester niet weg bellen om voor de politie weg te bellen. Ik ben gedrotten. Ik ga wel even Nick afzetten bij de baaiers. En bedankt, Mark. Gaat hij eigenlijk naar het echt uit? Dan is hij eindelijk thuis. Je zou hem toch neerzetten bij het weeshuis, of had ik het fout? Thomas, jou zet ik bij het verlaten hotel af. Ja, is goed. Ik heb nergens switchvoertuigen. Oeh, nou mag ik niet gezien worden door de bobootjes. Beginnen de sterren bij jou ook te knipperen, Nick? Of Wietse? Ja. Hoe lang ben je... Wat? Hoe dan? Wat? Nee, ik ga dood in, hoe heet het? Rainbow. Ja, misschien hierna ook een potje Rainbow doen, Thomas. Is goed. Zeg dan maar even tegen nieuws ook dat ik een potje kom straks. Zometeen komt Nick een potje, maar alleen dat jij erbij bent. Ja, wacht, ik kan er wel het geluid nieuws doen. Ja, maar we kunnen misschien nog een potje als jij komt. Jij bent in het water, of niet? Wietse. Nee. Ik wel. Ik denk ook in het water kon, joh. Weer wat geleerd, mijn GTA. Ja, dat is ding kan zwemmen, gek. Ja. Dat is het niet eens. Ik ben de politie kwijt. Ik bijna. Wij gaan al richting de... dingen toe. Ja. Maar we gaan wel aan de overkant eruit. Uit voorzorg. Ik ben het ook kwijt. Maar die dingen zijn behoorlijk traag. Is het dan niet handig om ook een kanaal te maken? Geen chilling room of zo? Of is het hier al? Wie? Een kanaal genaamd Chilling Room. Oh, ik zit te denken om misschien binnenkort waar ik wel gebleven was met de Avenger live te gaan. Nice. Thomas, hou ook dan dat spel, de Avengers. Ik krijg een kutspel. Gebruik! Thomas, trouwens, waar gaat het eigenlijk over? Want ik weet het eigenlijk niet. Nee, jongen, Thomas, wel even op je taal letten. Oké. Maar wat moet je er eigenlijk in doen? Wat we nou moeten doen met de deelt? Ja. Gewoon naar de boyars? Nee, met dat spel, de Avengers. Gewoon de dingen verkennen, de boel kort en klein slaan, de Avengers terugvinden. Ik heb namelijk de Hulk al gevonden. Dus ik heb al twee Avengers vrijgespeeld. Één Avenger gered. Ja, mooi dingetje is dit, hoor. Mooi speelgoed. Niet schieten, Nick. We willen namelijk niet de politie nog eens op de hielen hebben, die we al kwijt zijn. Ja, kak, nog wat. Nou, welkom dat je mij al terug. Ja, waarom, Nick? Ik
schoot nog niet hard. Nee, maar je moet helemaal niet schieten. We moeten de politie wel kwijt houden. We mogen onze vriendjes van de politie niet achter ons aan hebben. Ik ga ze bellen, ik ga Lester bellen. Nee, dat kan niet. Oh. Ik ga wel even voor trein spelen. Ik ben er. Ja, maar... Je gaat niet menen! Huh? Wij zaten vast. Zaten vast? We zaten helemaal niet vast. My god. Ja, daarom zei ik ook... Hoe zitten jullie daar? Nick, je had niet moeten schieten. En nee, mijn headset is leeg. Oh. Daarom zeg ik met, oh my god. Want dan moet ik mijn oplaadkabel pakken nu even. Dat hij niet uitvalt. Hoor je niet meer, Nick? Hij is uitgevallen, shit. Nee hoor. Ik hoor Nick nog gewoon. En anders, ik heb ook nog een andere headset liggen. Ja, en Nick? Ik ben nou weer van de politie verlost. En dan gaan we... Niet schieten. Niet schieten. Het is op het strand, hè? Wietse? Ja. Ik heb even mijn Steam-account op. Ik ga een beetje over de zee richting jou toe varen. Ja. Jammer, niet 2,4, maar wel 2,3 mol. Laten we maar niet over het water doen, dat duurt eeuwen. Niets. Ja. We zijn er bijna, we zijn er bijna. En dan knallen we Nick door zijn kop. Kapanje. Nee, wel geintje. Nou, klaar die heist. Ja, we moeten de koffer aan je vader geven. Of de tas, met de schilder. Nee jongens, die is niet zo rijk, dat kan niet. En natuurlijk heeft T-Race een pleintje. Natuurlijk. Ja, Nick is ook net klaar met zijn missie, dus die zou er ook om het 5 minuutjes zijn. Ik heb 938.370 dollar. Ja! Rijk up! Level 45. Lekker in mijn gamehall even spelen. Mm. En dan een whiskyshotje! Ik heb wit scherm. Artwork was de target. Hey Wietse, zullen wij straks of morgen de voorbereiding op de andere huis doen en dat we morgen met z'n drieën weer in de avond een casino huis kunnen doen? Misschien. Dat we vanavond?
Ik denk niet. Maar ik moet zo meteen stoppen. Oké, maar zullen we dan morgen vroeg in de middag beginnen? Ik kan van 3 uur. Ja, dan gaan we vanaf 3 uur even de preps allemaal doen. En dan, ik ga morgen. Ik ga kijken hoe laat Feyenoord is morgen, wat hij wil kijken. Is niet. Is pas volgend weekend. Oh. Dit weekend is namelijk Interland. We hebben in ieder geval dan gaan we morgen. Nick, kun je misschien eventueel ook bij helpen? Dat we morgenmiddag even de preps doen. Dat we de huiskluis zetten voor de avond. Kan. Ik zit met morgenavond. Ik kan morgenavond tot niet laat. Want ik moet die dag daarna weer werken. Ja, maar gewoon na het eten. Gaan we... dan moet ik douchen. Ja, als je dan gewoon zorgt dat je voor het dat je gaat eten al gaat douchen. En dat je na het eten gewoon met ons GTA kunt doen. Want we moeten, kan, ik kan, we moeten ik kan wel die kijken. 100 miljard. Ja, maar ik kan kijken, ik beloof je niks. We kunnen in ieder geval morgen rond een uur of 1 eventjes de prepjes. Ja, morgenmiddag dat kan sowieso. Maar morgenavond beloof ik je niks. Dus. Voor morgenavond, dan beloof ik je niks. En dan kan iets later nog aansluiten als we nog bezig zijn met de preps. Ja, morgenmiddag kan ik sowieso, dat weet ik niet al. Dat kan ik je verzekeren. Dan gaan we morgenmiddag in ieder geval de preps doen. Ja, dat ligt er ook weer aan hoe laat, want ik morgen ga ik naar mijn oma. Ja, morgenmiddag rond een uur of 1. Het ligt aan hoe laat ik thuis ben, dat weet ik ook nog niet. Jee, 400! Mooi, kan ik een wagentje kopen eindelijk. Een autootje. Ik zou eerst even doorsparen. Ja. Voor een betere auto. Maar dat kan Nick niet. Pas nee. Kocht hij op. Pas kocht hij ook een range, verkoopt hij hem 10 minuten later weer. En ik zou, als ik jou was, Nick. Een facility kopen, want als je de facility missies allemaal gedaan hebt, ja. Dan kun je namelijk Lester, als je achtervolgd wordt door de politie, kun je Jezus. Namelijk Lester bellen en dan kost je niks. Oké. Maar het is ook 1 tegen 8. Al mijn teammates zijn gelief. En was het ook nog eens 1 tegen 8. 1 tegen 5, maar, ja, hierin. Al mijn teammates waren geliefd en was het nog 1 tegen 5. Hé jongens, wat vind je van mijn gamehal? 1 tegen 5 bedoel ik. Ik ben alweer buiten. Dus, ik had er nog 3 maar. Thomas, wat vind je van mijn gamehal, van de indeling? Oeh, grappig. Mooie muren, vloer. Oh ja, en weet je wat heel grappig is? Nee. Jongens, kijk mijn stream. Ik ga namelijk de Machbeth whisky shot nemen. Cut to the chase. En niet schrikken dat ik ineens op de wc of ergens anders beland. Wil je soms even naar je Macebank gaan? Ik heb Macebank tower. Niet zo bijzonder. Ja, hoeveel geld daar ligt? Er ligt heel veel geld op de vloer. Hey Marty! Alles goed. Ik geef me even een lift naar. Oh, laat maar. Even kijken. Oh. Oké, ik ben nou in mijn bunker beland. Maar als je de whisky shot neemt, dan beland je in die Machbeth whisky shot. Dat is de duurste whisky die er is. Die neemt, dan beland je ineens ergens anders. Zeg je dat? Discord. Met Nick en zijn vrienden. Ja, geef me nog een shirtje. Dat was een goed shirtje, man. Ik heb wel eens een keer gehad dat ik... had ik de game al ergens klopt, anders. Hij is ook nog niet gejoind. Hij is toch even snel met GTA bezig. Hij komt zo. Nick, wanneer ben jij er?
Met Water Rainbow. Hey, Wietse. Ja. Ik heb wel eens een keer gehad dat ik ergens anders belandde. Nog verder wil, buiten maar, het gebouw. Mark. Ja? Wil je nog verder nu gaan of ben je klaar? We kunnen zo meteen even met z'n drieën nog eventjes alvast voorbereiding doen op de nieuwe huis. Een van die gasten waar ik nou met nog zit te praten, Thomas, die vraagt of dat ik er helemaal kom. Oh, ik ben op het kantoor van Hybrid beland. Mark, ik spreek je later. Ja, ik ga de stream ook zo afsluiten, want ik wil ook nog even eten. Oké, okay, yo, ik ga ook. Maar zie je dat, waar ik ook elke keer beland? Ik beland gewoon elke keer ergens anders, Nick. Ik beland of op het toilet of in mijn bunker dingetje. Oh ja, even Nick. Even Wietse, zit jij nog in de call? Nick? Nou, dat is allemaal weg. Nou jongens, ik ga zo de stream afsluiten. Ik zet alvast even de... missie voor overval van de missie klaar voor volgende. Even last confronteren dat ik. If it isn't my creepy silent friend, how can I help? For someone of your talents, sure, I'll get you a job. Oh, dan moet ik even, denk ik, buiten het gebouw zijn. Kan ik even vast even wat dingen voorbereiden? Hey, guess what? What's going on? Okay, keep in touch. Oh ja, dan moeten we nou is het casino net overvallen natuurlijk. En dan kunnen we niks doen. In ieder geval kunnen we wel veel doen, maar kunnen we nu even de prep-missie niet doen. Oh ja, en ik zal dus even voor jullie, nog even voordat ik de stream afsluit. Ik heb, de stream komt ook op mijn kanaal, op mijn YouTube-kanaal. Maar ik laat jullie even iets zien. Kijk, dit is nieuw. Er komt iets nieuws bij de casino namelijk.
benieuwd. Je hoort allemaal getik en getimmer. Ik had een auto gevonden in de casino. En dat is het voertuig waar we net mee hebben gereden. Kijk, we hebben een berichtje gekregen. Yes. Ik ga vast de nieuwe heist in werking zetten. Of in ieder geval in werking. We gaan nog niet meteen alle preps doen. Daarvoor gaan we wel even hulp inschakelen. In principe zou je dat alleen kunnen doen. Maar het is leuker om in ieder geval met meerdere te doen. Kijk, we hadden allemaal al foto's. Die moeten we allemaal nog doen. Ik had alle dingen al gekocht. We weten alleen nog niet wat de target is, maar daar komen we later achter. Maar we hebben in ieder geval de casino in de werking gezet, een nieuw casinohuis. Daarbij moeten we ook nog nieuwe mensen weer scoren. Maar we hebben in ieder geval al 2,3 miljoen laat gehaald. Oh ja, dit is om te oefenen. Daar hebben we bepaalde dingen nodig. En zoals met dit hebben we bepaalde dingen nodig. Maar bij deze sluit ik de stream af. Ik wil iedereen bedanken voor de stream te joinen. Laters.